Oké, okay. Nou, we hebben het over Lisse, dan hebben we het ook over de Keukenhof. Dat was goed nieuws voor de Keukenhof, want ze mogen 2 keer 3 dagen open. En wij gingen de straat op in Lisse om te vragen aan mensen of ze daar nou blij mee waren met die beslissing. Wat vindt u ervan dat het Keukenhof weer open is? Ik vind het heel fijn dat het dit jaar toch nog gaat gebeuren. Ja, fantastisch, hè? Vooral voor degenen die er allemaal gewerkt hebben. Zo. Nou, dat vind ik altijd echt wel fijn. Nou, ik vind het wel prettig. Dan kunnen we toch wel naar de bloembollen kijken en naar de planten. En het is buiten, waarom zou het ook niet kunnen? Je kunt de handhaving van 1,5 meter is prima. Dus nee, ik zie daar geen probleem in. Nee, ik vind het wel heel fijn. Ik vind het prima. Ik heb er zelf 12,5 jaar gewerkt. En dat geeft ook weer wel treuring in het dorp. En heeft u de drukte een beetje gemist? Stiekem? Nee. Nou, maar het hoort er wel bij. Ja, dat zeker. Dat zeker, ja. Ja. Al die files en zo voor de Keukenhof. Ja, nee, het is nou lekker rustig natuurlijk. Hè? Dus nee, ik vind het wel fijn zo. Nou, wij komen hier niet vandaan. We zijn hier nu een paar dagen met de camper. En we staan in Sassenheim op de camping van de SVR-camping. SVR-camping. En we wouden morgen een rondje maken met de fiets. Dus dat komt wel heel goed uit. Vandaag vonden we het wat minder weer. Maar ik vind het wel prettig dat je wat meer kunt doen, ja. Ja. Maar toch wel rekening houden met de afstand. Want het is wel belangrijk dat we nog even doorzetten. Nou, niet echt overdreven drukte. Maar ja, het is gezellig. Ja, nee, ik mis de toeristen niet van het buitenland, maar ik vind het wel gezellig. Zou u er een coronatest voor over hebben om naar het Keukenhof te gaan? Nee, ik niet. Ik ga met mijn fiets lekker door de velden heen en dan vind ik het goed genoeg. Nee, ik niet. Nee. Ja, ook wel. Als dat moest, als je naar binnen moet en je zou dat moeten, ja, zou ik er wel voor over hebben. Ja. Nou, duidelijk. Dat waren de mensen op straat over de openstelling van de Keukenhof. De Keukenhof ging open als een onderdeel van een test. 2 keer 3 dagen. Komend weekend mogen ze weer vrijdag, zaterdag, zondag open. Iedereen moet dan wel eerst een test ondergaan. En ze moeten dus dat kunnen bewijzen. En dan mogen ze, als ze coronavrij zijn, mogen ze naar binnen. Nou, laat ik even bij Tineke Langeveld beginnen. Tineke, ik zie Narcisse op de achtergrond, dus je bent een liefhebber. Ben je soms langs geweest in de Keukenhof? Nee, dat zijn we nog niet, Art. Nee, wij zijn nog niet zover, maar wij zitten zelf midden in de velden. Dus wij hebben al aardig kleur te zien hier, vanaf ons huis zelfs. Daar kijken we zo het land in. Maar ik vind het geweldig dat het toch in ieder geval ook zich aangemeld heeft, de Keukenhof, om mee te doen met zo'n test. Want ik heb alleen maar op tv ervan gezien blije mensen die het heerlijk vinden dat ze weer tussen de bloemen mogen lopen. Dus ja, ik vind het prachtig. En het is ook goed voor het vak natuurlijk. De mensen hebben er zo hard voor gewerkt. Ja, het vreemde is wel dat het is een soort van logistieke test, zou ik bijna willen zeggen. Want de mensen worden achteraf niet gecontroleerd. Het is niet zoals bij een voetbalwedstrijd die geweest is of een theatervoorstelling, die heb je ook als, dat noemen ze dan een field lab. Dit was een ander soort test om te kijken van hoe gaat het nou met kaartjes, hoe gaat het met de bezoekersstromen. Dat vond ik eigenlijk een beetje merkwaardig. Of heb je zoiets van open is open, dat is alleen maar mooi. Nou ja, dat laatste vind ik het belangrijkste eerlijk gezegd. Want ik denk ook van, kijk, er is zoveel ruimte. Er zullen toch niet daar ter plekke nog mensen elkaar dan kunnen besmetten. Als je een negatieve test hebt aangeleverd, als je binnen mag, dan neem ik aan dat het goed zit. Het zijn maar 5000 mensen, als je weet dat er anders 50.000 komen per dag. Ja. Ik bedoel, waar praten we over? Voor zo'n groot terrein, het heeft zoveel hectare oppervlakte. Nee, ik vind het heel fijn dat het zo gaat. Verder van de ins en de outs van de testen en zo, dan weet ik niet van, ik ga er niet heen, want ik wacht nog wel rustig mijn tijd af. En wat ik zeg, ik loop hier tussen een vol veld met bloemen, dus voor mij is het niet noodzakelijk. Maar voor die pak ben ik heel blij dat ze meedoen. Ja, jij hebt je eigen Keukenhof als het ware om je huis. Wouter Smit, ben je al langs gefietst? Kijk, we komen er regelmatig langs als wij richting Schoolstraat rijden, waar misschien af en toe moeten zijn in Noordwijk. En dan komen we zo langs de Achterweg en de Duinweg. En dan komen we inderdaad langs die prachtige velden. Het is op dit moment een juweel om door de Bollestreek heen te rijden. Hè. En ja, ik vind het prachtig dat het Keukenhof open kan en dat ook de terrassen open kunnen. Althans, dat hopen we dan binnenkort met de 14 dagen.
En want ja, de ondernemers die hebben natuurlijk die centjes ook hard nodig. Om weer een klein beetje te recupereren, zoals de Belgen dat mooi weten te vertellen. Ja, tegelijkertijd, je leest ook de kranten. En ik las een krant, de Leidse Courant. Er staat duidelijk meneer Lenvering, dat is dan de burgemeester van Leiden. Die staat te zeggen dat de kookhof en de terrassen moeten openen. Nou, ik ben het helemaal met hem eens. En meteen een stukje onderop op dezelfde pagina. Forse toename van corona in Noordwijk. Ja. Hoe moeten we dat nu rijmen? Dat is toch moeilijk eigenlijk? Ja, ja, en burgemeester Lenvrink is dan de chef van de veiligheidsregio. Hè? Hier in deze regio heb je een veiligheidsregio. Dus de burgemeester van Leiden de baas. Net vertelde je dat je als voorzorgsmaatregel, als opa en oma, toen de kinderen weer naar school gingen, dat je even geen contact had. Betekent dat dat jij ook niet naar de keukenhof zou durven of zou willen? Als ik niet gevaccineerd zou ik echt niet gaan. Nee, absoluut niet. Oké, ondanks het feit dat mensen van tevoren getest zijn. Wat zeg je? Ondanks het feit dat mensen van tevoren allemaal getest zijn en geen corona hebben bewezen. Ja, ja, ik neem echt het zekere voor het onzekere. Absoluut. Okay. Duidelijk. Sjoerd, Sjoerd Heringa, je bent van het filmhuis Lisse in Floralis. Zijn er voor filmhuizen ook van dit soort tests, dat jij ook kan meedoen een paar avonden? Nee, alle filmhuizen en die bioscopen, die doen niet mee. En waarom is dat? Omdat je kunt nu wel met de test kun je meedoen en dan weet je hoe het zit. Maar als we strakjes moeten betalen, de mensen moeten betalen voor de test, dan vindt onze overkoepelende organisatie het te veel om dan eerst een test te vragen op het relatief goedkope kaartje wat we aanbieden. Okay, ik zie het nog niet zitten. Nee, ze vinden het dus niet te veel aan de organisatie, want die bezwaren hoor je ook. Maar ze vinden het te veel wat betreft de balans tussen kosten van een test en een kaartje. Ja, het totaal wat mensen dan kwijt zijn voor een bezoek aan een filmhuis of een bioscoop wordt dan te duur. Oké. Nou, je hebt dan helemaal niks te doen als het filmhuis dicht is. Dus ben je al langs geweest in de keukenhof? Toevallig ben ik zondag lekker gefietst door de streek. Was schitterend mooi. En dan zie je vlakbij Tieneke, daar staat het anders barstens vol met campers. Ja, en dat is nu anders. En eigenlijk vind ik dat we dat ook al lang, als we iets hadden moeten doen, dan is het al lang een plek zoeken voor die mensen met de campers. Want we heten iedereen welkom. Maar de campers die zijn niet welkom in Lisse. Die worden ergens achteraf gedouwd. En er is nauwelijks vuilophaal. Er is geen water voor. Ze kunnen het afvalwater niet kwijt. Nee, daar moeten we wat aan doen. Misschien dat we dat dit jaar nog even kunnen doen. Een mooie kampeerplek. Ja, een soort overbruggingsjaren. Het is beperkt open, dus we moeten even voor de campers aan de gang. Oké, nou is genoteerd in ieder geval. Vincent Peters, jij bent ook betrokken bij het jongerenwerk, zal ik maar even zeggen. Je komt met jongeren in Lisse in aanmerking. Er wordt nu ook gesproken van het vaccineren van jongeren. Is dat een gespreksonderwerp geweest bij jullie, bij het jongerenwerk? Nou ja, het is niet zozeer dat het een gespreksonderwerp is, dat we daar heel erg veel met jongeren over hebben, maar het komt ook wel geregeld op tafel. En het is natuurlijk heel erg lastig, want iemand die jong is en eigenlijk nog heel erg in de bloei van zijn leven staat, die nog vaak nog heel erg gezond is, ja, die hebben dan ook het idee van waarom zou ik me laten vaccineren of waarom zou ik me laten testen voor iets, zeg maar, als ik toch nog gezond heb. Ja, dat is gewoon heel erg lastig. En ik denk dat dat ook vooral een stukje communicatie is wat daaraan ontbreekt. Ook zeker over de overheid het probeert te presenteren. En ik denk dat als jongeren zien van waarom het nut heeft om te testen voor of na een evenement of een keukenhof bezoekje, dat het daadwerkelijk echt wel wat nut heeft. En dat vaccineren ook gewoon werkt. Dat is gewoon bewezen. Alleen het is een lastig onderwerp. Kijk, heel veel jongeren zijn er op voor, maar er zijn ook een hele grote groep jongeren die zijn er op tegen. En ja, die vinden de maatregelen nergens op slaan. En dat snap ik ook wel. Dat kan ik mezelf ook wel goed voorstellen, want ik bedoel, heel eerlijk, dit is niet het leukste tijd wat we nu hebben.
Nee, duidelijk. Hey, jij zit, ik zou bijna zeggen, dag en dagelijks in het werk. En heb je met coronapatiënten te maken? Je zegt het zelf al, er zijn ook volwassenen die een vraagtekens erbij zetten. Nou, daar gaan natuurlijk allerlei theorieën, heel veel kritiek. Het lijkt wel of het een beetje aanzwelt, hè? De twijfelaars, zal ik maar zeggen. Kan jij met zo'n discussie meedoen als je dit werk doet, zal ik maar zeggen? Snap je wat ik bedoel? Persoonlijk, professioneel, technisch denk ik niet. Ik denk niet dat dat sowieso ook niet mijn taak is om dat te doen. Wat ik wel tegen mensen zeg is, sinds ik het werk ben gaan doen, snap ik wat er gebeurt. Hè? Dus waarom de maatregelen er zijn. En zie ik ook de ernst van de situatie. Want in sommige gevallen zie je mensen gewoon echt dood en doodziek. En dat heeft toch best wel impact. En ik denk op het moment dat ik met een camera rond zou lopen op mijn werk, dat kan je natuurlijk helemaal niet doen. En ik zou die beelden meenemen naar huis en dat hier op de bank laten zien. Onmogelijke situatie. Dat ze misschien dan een andere kijker op hebben. Maar het is gewoon een heel lastig onderwerp. En jongeren houden zich daar ook niet heel erg mee bezig. Gelukkig zijn er ook heel veel jongeren die dat wel doen. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan me best voorstellen dat het voor heel veel mensen toch wel lastig is. Ja. Een van de mensen op straat, Tineke, zei van, we moeten nog even volhouden. Op een schaal van 1 tot 10, waar zit jij? Kan je het nog makkelijk volhouden? Zit je op een 9? Of zit je op een 2 en zeg je van, kappen nou, ik ben het nou wel spuugzat. Nee, wij houden het nog wel vol, Art. Wij houden het nog wel vol. Wij zijn samen en ja, wat ik zeg, we wonen hier prachtig. En nee, we houden het zeker vol, zeker. Duidelijk. Wouter, jij houdt het ook nog vol? Ja hoor. Je leest natuurlijk alle plussen en je leest alle minnen. En je probeert natuurlijk zoveel mogelijk ook nog de praatshows, de talkshows op de televisie en de radio te volgen. Maar ja, precies wat Tineke zegt, we houden onszelf gewoon rustig. En we wachten rustig af totdat we beide gevaccineerd zijn. En mijn partner die heeft al 1 vaccinatie. Nou, ik kom er ook achteraan. Voor de zomervakantie, dat zou heel erg mooi zijn, dat zeg maar 3/4 van de Nederlandse bevolking een injectie heeft gehad, in ieder geval van de bevolking die dat direct nodig heeft, dat we dan weer een klein beetje een redelijk normaal leven kunnen gaan leiden. Maar blijf dit jaar alsjeblieft nog in Nederland, dat we geen gekke dingen gaan doen, nog eventjes naar het buitenland scheuren. Gewoon rustig aan gaan doen. Nederland is een prachtig land en als je kalm aan blijft, dan is het zeker te doen. Okay. Makkelijk. Sjoerd, verlang je al naar die goudgele rakker op het terras of trek je gewoon een pijpje pils thuis open? Kijk, wat ik wel vind, dat het wordt je ook wel aangepraat. Hè? Het wordt je aangepraat, oh we zijn zo zielig, oh we zijn zo sneu. En oh houden we dat nog wel vol. En als je dan ook nog een keertje hoort dat alle deskundigen allemaal ook door elkaar heen kakelen. Is het nu wel of is het nu niet nuttig? Ik denk dat er een grote groep mensen daardoor juist van streek raakt. Als alle burgemeesters door elkaar in gaan roepen en alle deskundigen door elkaar gaan roepen. Ja, daar worden een heleboel mensen worden daar onrustig van. Ja. Ik denk als de mensen die boven ons staan, maar het hoofd koel houden en niet door elkaar heen kakelen, dat het allemaal wel goed komt. Onze ouders hebben andere tijden meegemaakt. En die zijn er ook goed doorheen gekomen. Dat zullen wij nu ook moeten doen. En dan is het een. Je hoort heel vaak andere mensen roepen, want het is zo moeilijk, moeilijk. Ik hoorde laatst, ik vond dat zo prachtig op de televisie. Ik hoorde een student, hij had dat heel zwaar. Hij kon alleen nog maar studeren. Ja. Ik denk, waarvoor zit je daar dan, joh? Ja. Als je natuurlijk geen hoorcolleges kunt volgen, ja, dan is dat natuurlijk anders. Maar wat je zegt, er zijn natuurlijk tijden geweest dat studenten ondergedoken hebben gezeten en ook door hun studie zijn heen gekomen. Absoluut. Dus je moet je ook niet gek laten maken door links en rechts en door de burgemeesters die ook weer natuurlijk in de nek geheigd worden door Jan en allemaal. Ja. Maar ja, moeten duidelijk zijn, het kan niet, tenzij. En nu is het zo, er wordt een datum genoemd. We horen het zakjes Mark ongetwijfeld zetten, er wordt een datum genoemd. Maar er worden geen voorwaarden genoemd. En als je nou zegt, het gaat niet door, tenzij, dan begrijpen ze het niet. Maar nu zeggen ze, dan en dan gaan we open, maar dan moet, nou, en dan, nou, dat maar, dan haken de mensen af.
Ja, duidelijk. Oké, Vincent Peters. We gaan weer open. Ja, oké. Vincent Peters, je zei het net al, de voorlichting moet beter richting jongeren. Moet die over het algemeen wat beter of één lijn trekken, zoals Sjoerd zegt? Want de burgemeester van de vier grote steden deed al een oproep om de terras open te gooien. Nou ja, ik denk inderdaad, dat is het dingetje communicatie waar ik het net over had. Dat is gewoon, zo krijg je alleen maar verwarring. Aan de andere kant denk ik wel van, joh, het is, voor jongeren is het over het algemeen nu best zwaar, ook dat ze thuis moeten studeren. En ik kan me best voorstellen dat het nu een beetje zijn tol begint te eisen. Dus ik denk dat ze daar wel gewoon rekening mee moeten gaan houden binnenkort, zodra dat mogelijk is. Kijk, een studentenvereniging, tenminste een studiecampus waar je jongeren eigenlijk alleen maar elkaar kunnen besmetten, dat denk ik niet, eerlijk gezegd, dat er zoveel fout kan gaan. Het is wel belangrijk dat ze zelf dan kunnen beseffen dat ze mogelijk andere mensen kunnen besmetten. Ik bedoel, dus ja, met mijn part gooi die studies lekker weer open, want het is voor heel veel jongeren gewoon veel te lastig om continu thuis te blijven zitten op een studentenkamertje. Dat is niet te doen. Het is misschien gek om, ja, jullie vergelijken het net een beetje in een oorlogssituatie. En ik snap dat, dat jullie die vergelijking maken. Maar ik denk dat heel veel jongeren er gewoon wel weer echt aan toe zijn. En dat het hen juist ook meer motiveert om straks ook weer verder te kunnen gaan met hun studie. In plaats van dat ze nu een forse achterstand lopen, tegen problemen aanlopen. En dan ook nog eens de sociale problemen erbovenop. Ja, dat. Duidelijk. Oké, de lans voor de student is gebroken.